dames en heren, van harte welkom op de Nationale Schildersvakprijzen 2018. We gaan naar de eerste genomineerde, Tuinzaal Akeredam in Beverwijk. De haven van Renesse in Renesse. En je begint eigenlijk als een soort kunstwerk te elke stap bedenk je opnieuw. Dus. De winnaar in 2018 van de categorie decoratie restauratie schilderwerk is... Het privékantoor is schijnen op de Rode Zaal. Ik had het eerlijk gezegd niet verwacht, nee. Nee, wel gehoopt natuurlijk, maar gezien de concurrentie kon het alle kanten op gaan. Ja. Ik vind het wel heel fijn zeg maar, dat het gewaardeerd wordt door de jury. Hè? Dat het vakmanschap gewaardeerd wordt. Want ik denk dat deze prijs toegekend is omdat ze zien dat er iemand met hart en ziel aan gewerkt heeft. De genomineerde voor de categorie onderhoud schilderwerk. De eerste genomineerde, een stadsvilla in Den Haag. De winnaar van de Nationale Schildersvakprijs in de categorie onderhoud schilderwerk is dit jaar Van der Kruis Schilderwerken met de wijnboerderij in Leer. Kijk, je hebt natuurlijk heel veel nieuwbouw, schilderwerk wat heel vlug gedaan moet worden. En gelukkig heb je nog wel een paar panden in Nederland, een flink aantal panden in Nederland, die het wel waarderen. Of de panden vragen ook om die ambachtelijkheid. En gelukkig zijn er veel opdrachtgevers die daar nog wel inzien en die het ook laten doen. Nieuwbouw en renovatie schilderwerk. De genomineerden voor deze categorie zijn het Pestana Hotel in Amsterdam. Heb je er al eens geslapen? Nee. Nu? Nee? Oh, beetje persoonlijke vraag. Laat het budget niet toe. Oh. De prijs voor gedegen, heel behoorlijk schilderwerk in de categorie nieuwbouw en renovatieschilderwerk gaat dit jaar naar... Bloemendaal Kerkhoven voor een nieuwbouwwoning in de Meren. Een beetje voor de waardering voor de jongens die bij ons werken. Om er toch een beetje waardering uit te spreken en hopen dat we het uiteraard de prijs zouden winnen. Maar dat ze toch waardering krijgen voor de werk die ze doen. Maar dat wordt dus ook een rondje voor de jongens dan? Dat wordt een rondje voor de jongens. En heel veel taart heb ik al begrepen. Dus ja, de jongens hebben het echt verdiend. Van de publieksprijs van de Nationale Schildersvakprijs 2018 is geworden Van der Kruis vakschilders uit Marhezen met het wijnhuis over. Nou zeg, val je met de neus in de boter. Tweede keer. Van harte gefeliciteerd. Uiteindelijk stak er toch wel eentje bovenuit. Nou, maak ons los, Jeroen. Waanzinnig enthousiast, super tevreden klant. Ja, de winnaar is Barre Verkerken van BVK Records. Nou ja, zou jij ook weer met je neus in de boter? Gefeliciteerd, Jeroen. Alsjeblieft. Dit gaat over de top van de top. Hè? Dit gaat over de overall juryprijs, de keuze van de jury. Het verfijnde verguldwerk. Het is allemaal vakmatig toverwerk waar de jury, ondanks de genoemde bedenkingen, toch als een blok voor valt. U weet allang wie de winnaar is van de Nationale Schildersvakprijs 2018. Dat is Polman Restauratie en Kleurenzorg. Met een tuinzaal van Akeredam. Thank you.
ik wil zeggen dat ik echt heel erg blij ben met niet zozeer de erkenning als de herkenning van de vakjury voor de complexiteit van het werk wat we hebben uitgevoerd. Ja, daar ben ik echt heel blij mee. Je moet de ondergrond gaan voelen, je moet er met je handen ingaan, je moet het leven ademen en doen. En dan word je één en dan kan je wat moois maken. Ja, het was natuurlijk een hele bijzondere uitreiking omdat het de 10e editie was. Eigenlijk weer gewoon echt het schildersfeestje van het jaar. Is vakmanschap aan het uitsterven in Nederland? Daar wordt al over gesomberd sinds de 20 jaar dat ik begonnen ben met voor de schilderssector te schrijven. Dus allemaal vroeger was het allemaal veel beter. Ik kom alleen maar hele enthousiaste, hele goede vakmensen tegen. De grote zorgen zijn wel over of er nieuwe aanwas is. Als we nou samen zorgen dat we trots zijn en die trots ook goed uitstralen, dan moet gewoon ook die potentie te vinden zijn van mensen die dat prachtige vak willen gaan uitoefenen.